geen leukste. Vond ik het als kind om te gaan kamperen. En mijn pa. Tentje opzetten. Luchtbedden opblazen, slaapzak erin. Dan het hoogtepunt van de dag. Schemering interview. Samen. Een vuurtje stoken. En het begon met het zoeken van het hout. Het goede hout. Stevige, droge takken. Niet te droog, want die stook je er zo doorheen. Door gras, kleine twijgjes, vuur aan te maken. Boomschors, kan ook. En dan grotere stukken hout. Lucifers. Mooi en aansteken. Daar werkt hij. Het was gewoon niet makkelijk om een leuke vent te vinden. Kerel met pit. Een man met passie. Een lekker vurig piepje. Natuurlijk ging ik wel uit. Meestal naar het heertje. Maar die huizer jongens. Saai. Het begint met een vonken. Een vrouwtje. Het is als een tong die langzaam omhoog ligt. En dan geeft het om zich heen. In één tong worden tientallen tongen. Likken, likken, likken. Ik ontmoette hem buiten op straat op een avond. Ik weet niet eens meer wat ik aan het doen was. Gewoon een rondje lopen, denk ik. Op de vlucht voor mijn intens burgerlijke ouders. Eigenlijk was alles aan mijn bestaan burgerlijk. Kleurloos. Geestdodend. Twee ouders die nog bij elkaar waren, maar er werd niet meer gepraat. Alle romantiek was eruit geramd. En omdat ze elkaar, mij en mijn broer, niets meer te vertellen hadden, was er een hond gekomen. Al snel bleek dat het arme beest de emotionele leegte ook niet meer op kon vullen. Dus gebruikte mijn vader het uitlaatmoment om stiekem een biertje te drinken in het water. Tussen de andere uitgebluste alcoholisten, hangend op de door henzelf uitgeholde barkruk, zeikend over een zinloze leven. En lachend om grappen waar niemand buiten hun eigen met drank doordrenkte clubje de humor van in kon zien. En terwijl mijn vader zo de frustraties over zijn nutteloze belastingambtenaren bestaantje verdronk in liters bier, vluchtte mijn moeder in afgestompte hobby's als bloemschikken, macrameën en pannenlappen. Mijn broer hing ondertussen lopend op de bank, filosoferend over de grote daden die hij zou gaan verrichten, als het hem tenminste ooit zou lukken om zijn luie reet van die sukker bloemetjesbank te hijsen. Ik moest eruit! Zo begon het. Alhoewel, hij zei geen schat, maar dame. Ja, dat was al bijzonder. Wie zegt er nou dame? Ik weet ook niet boven de dame zijn. Ze zag gewoon uit als een dame, denk ik. Hij was eigenlijk helemaal niet aantrekkelijk. Beetje vreemde kop. Bijna angstaanjagende grijns. En hij zat onder de zwarte veeg. Maar hij rook. Maar rook. Geen zware checklucht zoals mijn vader, maar vuur. De lucht van een kampvuur. De geur van avontuur, van vrijheid. Ik wist sowieso niet hoe ik een vrouw moest aanspreken. Nooit geleerd. Mijn vader, die ging weg. Kwam weer vrouw, nieuw leven. En plotseling geen kampeertrips meer. Geen tentje opzetten. Geen hout zoeken, geen pitje stoken. Mijn moeder die stortte in. De liefde van haar leven had haar verraden. Zijn naam werd in huis niet meer genoemd. De gordijnen gingen dicht en dagenlang zat ze voor zich uit te staan. Ze kwam het huis nauwelijks meer uit. En ik zorg voor haar. Zo was die eerste avond. We gingen zitten, zomaar op de stoeprand. En we praatten eindeloos. Over mijn ouders, over mijn moeder, over kamperen, over barbecuen. We gingen totaal in ons gesprek op. De enige keren dat onze gedachtenwisseling verstoord werd, was als je een sirene hoort. Dan werd hij onrustig. Ik heet Chris. Ik heet Bonnie. Nou, dat was het einde van een magische avond. Wasmachine, hè? Tinder en ethanol zijn heel snel ontvlambaar. Voor gassen en vloeistoffen
is het verlangpunt en de gebruikstemperatuur bepalen. De vaste stoffen is dat de fijnheid van de koeling. Daarnaast is ook de elektrische geleidbaarheid van belang. Een stof die elektriciteit slecht geleidt, kan bijvoorbeeld door transport zichzelf opladen. En door deze statische oplading kan er een vonk ontstaan die de stof doet ontbranden. Vanaf dat moment zien we elkaar vaker. Dat is niet altijd makkelijk, want Chris heeft vaak iets te doen 's avonds. Maar als we samen zijn... Boom! Ik begon in 1986. Ik was toen 9. Dat is in mijn tak van sport best laat. Ja, natuurlijk had ik wel eens het een en ander geprobeerd, een kleinere spul. Brievenbussen, vuilnisbakken, dat soort dingen. Ja, je moet er oefenen. En alles om me klaar te stomen voor het grote werk. Ik weet dat Chris overdag bij de Albert Heijn werkt. Maar wat hij in de avonden doet, dat blijft vaag. Hoe langer we elkaar kennen, hoe vaker we elkaar zien, hoe meer ik ga vermoeden. Maar ik durf op dat moment nog niet te vragen. Overdag, dan ben ik. De boodschappen, de was, maak het eten klaar. En mijn moeder, die gaat vroeg naar bed. En dan ga ik naar buiten. Huizen kijken. Vooral oude huizen. Met een rieten kap. Vind ik mooi. Op een dag trek ik de stoute schoen aan. We hebben afgesproken. Ik zit op een muurtje voor het gemeentehuis en wacht op hem. Om mij heen loeien de sirenes. Dan komt hij aangeslenterd. Die waanzinnige grijns op zijn gezicht waar ik inmiddels zo verliefd op geworden ben. Hij geeft mij een licht, zo straalt die geur. Oh, die geur, een knapperend haardvuur, maar dan meer, groter. Ik grijp hem vast, snuif hem op. En dan hoef ik het niet meer te vragen. Ik weet het. Die nacht, de nacht van 17 op 18 oktober 1986. Mijn eerste keer. Oh man, wat een eerste keer. Dan begint hij te praten. Hij vertelt me alles vanaf het moment dat het begon. Het is niet één huis, het zijn er 6 tegelijkertijd. Schippersstraat 4 tot en met 12. Later lees ik dat het rijtje huizen net is gekocht door de familie Speerman en Landrema. Het gaat me niet om die mensen, dat doet me niets. Het is niet persoonlijk. Het onbekende, de spanning, het gevaar. De vlammen, ze grijpen om zich heen. Steeds wilder, hoger, gretiger. Het knettert, het huilt. Elk zintuig op scherp. Elk zintuig op scherp. Het vuur rijpt tot aan de hemel. Een oorverdovende klap en het houten geraamte begeeft het. En de wind die blaast een regen van vonken. Woest aantrekkelijk, onweerstaanbaar. Brand, een zee van vuur, het geluid van sirenes. Die weerkaatsing van zwaailichten. Het gevecht van de mens tegen de natuur. Leven, echt leven, passie. Oh. In de maanden daarna worden er nog 28 branden aangestoken. Voornamelijk in de vissenbuurt. En dan wil ik. Ik kan niet anders. Ik wil... Nee, ik moet erbij zijn. Erbij horen. Er onderdeel van uitmaken. Samen met Chris. Schat, ik wil dit doen. Ik kan niet anders, maar... Als jij dit samen met mij wilt doen... Dat is het mooiste wat bestaat. Vanaf dat moment doen we het samen. We vullen elkaar aan. Chris is heel goed op het moment zelf. Maar plannen, daar ben ik beter in. Ik begrijp het niet. Tot nu toe ben je makkelijk weggekomen. Maar de politie wil deze zaak oplossen. Ze zitten je op de hielen. Dus je moet je vluchtroutes gaan bepalen. Kijk, als hier bijvoorbeeld de actie is, dan moet jij door deze steeg lopen. En dan kun je zo via de hoofdstraat weg.
mijn lief wil dat ik een vluchtroute vind. Maar ik wil helemaal niet vluchten. Ik wil erbij zijn. Zie hoe het vuur wint. De enige manier om haar dat te laten voelen, is het haar mee te laten maken. We doen dit samen. We zijn familie. In 1992 word ik gebeld door iemand van de gemeente. Hij wil anoniem blijven, maar de boodschap is heel duidelijk. Hij weet wie ik ben en wat ik doe. Op de achterbaan stond de boerderij. Daar moest de HEMA komen. De boer wilde zijn grond niet verkopen. Daar moest Chris wat aan doen. Een opdracht. Voor het eerst mag ik mijn kunst uitvoeren in opdracht. Oh, die erkenning. We hebben zo lang op gewacht. Ik gloei van trots. Die nacht gaat de boerderij in rook op. Een van de meest spraakmakende branden ooit. Ik sta op elke voorpagina. En het nieuws spreidde zich als een lopend vuurtje. Met de media-aandacht groeit ook de aandacht van justitie. Wie is de pyromaan van Huizen? Wie is de pyromaan van het Gooi? En dan eindelijk krijg ik een baan. Bij de brandweer. Een jongensdroom. Wat ik creëer, mag ik ook vernietigen. Ik heb de macht. Chris wordt ontdekt en opgepakt. De rechter veroordeelt hem tot de gevangenisstraf. Mijn geliefde. Mijn alles. In een cel. Hij maakte het leven mooier. Spannender. Vuriger. Ik besluit zijn levenswerk voort te zetten. Dus, terwijl ik in het cel zit, gaan de branden door. Men besluit dat ik toch niet de pyromaan kan zijn en ik word weer vrijgelaten. En zo vlammen we weer samen. We spelen met vuur, maar we hebben de tijd van ons leven. Maar toch... Je wordt ouder, glans gaat eraf. En alles wat echt mooi is in Huizen, is al afgebrand. Of wordt meedogenloos gesloopt. Natuurlijk, je probeert nog wel eens wat. In 2020 heb ik geprobeerd de Keringiestraat af te fikken. Wordt het opgepakt? De brand was nog niet eens begonnen. 3 weken heeft hij gekregen. Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Maar ja, 3 weken, een klein berichtje in de Gooi en Eemlander. Dat doe je toch niet voor? Wij waren bekend. De grootste pyromanen van het Gooi. We besluiten te eindigen. Met een klap. Onze pièce de résistance. Ik hou van jou. Ik hou van jou.